Prachtig. En wat halen we hieruit, Unique? Maar niet. Afgezien van een minderwaardigheidscomplex. Eerst 6. We zijn vandaag begonnen met de Escape Room boek van Veldman Uitgevers. En willen eens gewoon jullie laten zien hoe geweldig dit is. Kijk, hier staat hoe je het spel speelt. Dus we hebben alle bladen hebben er al uitgehaald. Die kan je hier achterin vinden. Allemaal bladen, ja. Allemaal bladen staan maar in. Het niet te vertellen. Het zijn excuses. Kijk, die zit er hier in. En het begint hier. Het is een geheimzinnige boodschap. En je gaat met je hand naar de deur klink. En uiteindelijk vind je een brief. En er staat op dat het museum je hulp nodig heeft. En je legt nu je hand op de deurklinkkruk. Moet ik dat ook zo doen? Een kleine deurklink. Kijk, oh, ongelooflijk. Verschrikkelijk slecht. Oké, okay, nu moeten we dit even gaan bekijken. Mogen wij ook naar die bladzijden toe? Bladzijde 32 tot en met 37 is de middeleeuwse zaal. Toiletten, moet jij toevallig naar het toilet of niet? Nee, kijk, want we gaan hier naar binnen. Oh, jeetje, wat een pokken naar het toilet. Ja, dat is voor jou rondzalig. Nou, dat zeg ik, heb de blaas van de 60-plussen. Ja? Neem ons mee, Nick, neem ons mee. Hier, kijk, dit is de Egyptische zaal. We zijn gevangen. Zodra je binnen bent, sta je in een stoffige berghok. Hier is niets te zien. Wat doe je hier eigenlijk? Ja, dat vraag ik me zo wel vaker af op bepaalde situaties. Oké, zoek, Yannick, zoek. Hoe gaan we hier wegkomen? Nou, gaan we hier kijken. Gaan we de bladzijde omslaan, dat is makkelijk. Je hebt een sleutel nodig om de deur te kunnen openen. Ja. Waar zou die kunnen zijn? Heb je al in je zakken gevoeld? Nee, het zou wel bijzonder zijn als die nu in mijn zak zit. Zou heel bijzonder zijn. Je probeert rustig te blijven en ziet in een van de vitrines een houten kistje. Je pakt het op, schudt ermee, je hoort iets rammelen, misschien is het wel een sleutel. Het kistje kan niet worden opengemaakt, maar in de deksel is een vreemde vorm te zien. Het lijkt wel of er stukken uit het deksel missen. Is het misschien een of andere puzzel? Ja, dat is wel, maar dat is toch gewoon van die tangrammen? Ja, dat lijkt op tangram. Ja? Maar hoe moet ik dat openmaken dan? Weet je zeker dat je daar niet alvast iets moet inleggen of zo? We hebben hier gewoon een tangramblad. Ja, dat bedoel ik. Lijkt me sterk, ik kan wel met een markeerstift in gaan zitten, maar lijkt me ook niet verstandig, hè? Ik vind die mensen van het museum niet zo fijn, denk ik. Nou, Yannick, volgens mij hebben we het gevonden. Nou, dat denk ik wel, maar dat weten we niet zeker. Want dit zit dus allemaal achterin in dat boek. Dit zijn allemaal bladen met voorwerpen die je kan uitdrukken. En we hebben ook hintkaartjes, maar die hebben we dan nog niet gebruikt. En we denken dat dit de figuurtjes zijn die ons waarschijnlijk een oplossing gaan geven. Zoiets. We moeten even kijken waar het hier... Dat ze zo maar eens kunnen. Als jij nou verder gaat met uit... Ja, ga je lekker puzzelen. ...drukken, dan doe je ook nog eens wat nuttigs. Even kijken. Ik ben hier zo goed in. Nou, het past helemaal niet, denk ik. Ik ben het zeggen. Weer rustig, hè? Nou, ik vind het wel een vrij grote figuur, hoor, Yannick. Toch niet, denk je? Zou dit zo passen, zo? Die punten zijn wel de uiteindes, denk ik. Ja. Dus dan moet die hier ergens. Of zou dat zijn staart zo zijn? Zo denk ik. Ja. Dan moet die inderdaad zo, de bochie. Er begint zich een patroon te vormen, Yannick. Een patroon. Dames en heren, kijk die focus. Ik had een fout gemaakt, Sander. Ik weet dat het me niet vaak overkomt. Kijk eens, ik heb hem. Ja, wat is het dan? Kijk uit. Uit. Ja, had jij toch goed. Kijk uit. Dan moeten we dat kistje dan wel openen, Yannick. Dat denk ik niet. Potverjan 3, laten we verder lezen. Nu het deksel van het kistje compleet is, lees je twee woorden. Maar daarvan raak je nog meer in de war. Ja. Hoe kan dit je helpen ontsnappen? Dit museumbezoek wordt steeds vreemder. Je mompelt beide woorden zachtjes en met een luide klik gaat het kistje open. Er ligt geen sleutel in, maar een oud stukje papyrus. Potverjan 3. Je vouwt het uit en ziet een tekening van iets wat lijkt op een soort dobbelspel. Je besluit deze puzzel te ontcijferen. Je hebt immers niks te verliezen. Misschien kun je op deze manier het museum verlaten. Oh jee, moeten we weer deze stapel in? Zoeken naar een dobbelspel of zoiets met dobbelen? Daar. Waar zie je het? Daar de verte. Oh ja. Druk jij dat weer eens uit. Jij kan je zo goed uitdrukken. One eternity later. Prachtig.
En wat halen we hieruit, Unique? Afgezien van een minderwaardigheidscomplex. Eerst 6. En dat had je al gedaan. Ja, maar dat komt toch Accepa Wa of zo? Hoe? Het begint met een A en eindigt op een A. 2000 years later. We zijn erachter. Na een hint die we hebben gedaan. Want, dat was een goede hint. Dat was wel een goede hint. Het puzzeltje was namelijk zo dat je het er gewoon op moest zetten en dan zag je wat eruit kwam. Ja. Daar kwam dan een woord uit. Ja, en daardoor mogen wij naar de volgende laatste pagina die wij vandaag doen. Je hebt de tweede puzzel opgelost, maar je kunt nog niet naar buiten. Bovendien heb je nog steeds het gevoel dat iemand of iets je in de gaten houdt. Oh nee. Vreemd geritsel uit de hoek van de zaal. Oh jee. Op dat moment zie je in de vitrine een bekend symbool. Het oog dat op de vier hoeken van het stukje papieren stond, staat ook op een glinsterende gouden bol, die op een steeltje boven een plank zweeft. Op de plank zie je vier lege vierkanten. Heeft iemand iets weggepakt? Moet jij misschien de ontbrekende vierkanten weer op hun plek leggen, Yannick? Dat denk ik wel. Nou, ja, als jij het zegt. Heb jij toevallig een paar vierkantjes van mij? Ik ga zo gelijk voor je kijken. Ik geef je film hoe ik het uit elkaar aan het drukken ben. Is dit ook een vorm van cubisme? Zo triest. Zo triest. Om jou dit te zien doen. Ik snap ook niet dat je niet gewoon even helpt. Dit lijkt net een beetje van de dagbesteding. Sander, zeker. Je bent aan het vouwen. Ja. Je hebt de grootste handen eigenlijk van Noordelijk Halfrond. Maar het is toch gelukt. En je moet denken, jij zei de lichte kant hier. Yannick had opeens een ingeving. Dat de lichte kant moet aan deze kant. Moet je kijken wat er staat. Onder. Onder. Hey, het is even een klein inkijkje van het escape boek. Dit is wel wat je moet doen en wat heel erg tof is. Wil je ook zoiets? Koop het, hè? Want het is echt super tof. Het is heel tof. Heel tof om te doen. En je kan hem meerdere keren spelen omdat je niks aan elkaar hoeft te plakken en of niks hoeft te verscheuren. Tenzij je verkeerd uitkomt, dat is wel een probleem. Ja. Maar hartstikke leuk. Hartstikke tof boek van Veldman Uitgevers. Yes. Escape Room.